We staan hier in de salon bij de portretten van Willem en Charlotte, de voormalige bewoners van het landhuis. Charlotte en Willem waren hele vriendelijke, betrokken mensen. De verhalen gaan dat Willem altijd op zijn paard door het dorp reed en naar iedereen zwaaide. En niet alleen de mensen van hoge stand. Charlotte was echt een organisator. Iemand die van aanpakken wist. En dat was ook thuis in het huishouden wel te merken. Willem en Charlotte waren zeer betrokken met de gemeenschap van Vught. Onder andere voor de armen, de zieken, de ouderen en de boeren. Een voorbeeld van deze goede daden zijn de bouw van de arbeidshuisjes in de Piekhoek. Deze huisjes staan nu bekend als de huisjes met de groene daken. Ook de renovatie van het raadhuis in 1937 is onder andere betaald door de familie van Beuningen. Als dank werden er in 1972 portretten opgehangen in het raadhuis. Een replica van deze portretten zie je nu hier in onze salon. Dit is niet de enige dank die ze hebben ontvangen. Ze hebben gedurende hun leven verschillende onderscheidingen gehad. Onder andere voor het hulp in de Eerste Wereldoorlog, de voedselpakketten tijdens de Tweede Wereldoorlog en de betekenis aan de gemeenschap. Er is zelfs een Van Beuningen-penning die met hoge uitzondering wordt uitgereikt door de gemeente Vught aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschap van Vught.